Ik doe binnen Track the Talent het initiëren en het coördineren tussen school en de bedrijven die zich er vol enthousiasme voor inzetten. Als ik zeg kernkwaliteit, heeft iemand dan enig idee wat ik daarbij bedoel? Wij geven een workshop kernkwadranten binnen het hele traject van Track the Talent. Het is zeg maar een aaneenschakeling van een aantal workshops waarin we proberen in ieder geval om de jongeren die hier in het Horizon College de niveau 2 opleiding doen, ja, zichzelf wat beter in de markt kunnen zetten op het moment dat ze straks gaan solliciteren. Van wie zijn voor mij nou echt voorbeelden? Of voor welke gasten? Dat kan ook een sporter zijn of een artiest of verzin het. Of inderdaad je opa of je oom of je vader of je moeder. Die voor mij echt, zeg maar, waar ik echt ontzettend veel respect voor heb. De workshop kernkwaliteiten die loopt eigenlijk door alle workshops heen. Dat betekent dat ze aan het eind van deze dag, als het goed is, met minimaal 2 kernkwaliteiten van zichzelf de deur uitlopen, maar ook met 2 uitdagingen. Dus van als dat mijn kwaliteiten zijn, waar ligt dan vooral mijn uitdaging als het gaat om mijn vervormingen en eventueel mijn allergieën die andere mensen bij me op kunnen roepen. En dat ze daar tijdens of na de andere workshop gewoon eens op reflecteren van wat heeft me dat precies opgeleverd. Kernkwaliteiten, als je ontzettend veel respect voor iemand hebt, dan is dat meestal om 1 hele specifieke reden. Heb jij een idee bij? Ik denk dat het met name belangrijk is om te weten waar je goed in bent, waar echt je kracht ligt. Omdat dat iets waar je altijd naar terug kan. En over het algemeen hebben mensen heel veel aandacht voor de fouten die er gemaakt worden. En op het moment dat je je gewoon heel erg bewust bent van de dingen waar je goed in bent, dan geeft je dat een wat stevigere basis om van daaruit gewoon ook tegenslag te verwerken onder andere. Wij geven vandaag een workshop over sociale media en wat moet je doen voordat je een baan gaat zoeken. Het is een stukje bewustwording over de sociale media, wat zijn do's en wat zijn don'ts. Nou, een grote valkuil is natuurlijk op je Hives of op je LinkedIn of op je Facebook foto's neerzetten waarop je half dronken aan het feesten bent. Of waarop je uitlatingen doet over een vorige werkgever, dat de werkgever waardeloos is of het werk is stom. Of, maar ook bijvoorbeeld foto's waarop je bloot of rookt of languit naakt in de zon ligt. Dat zijn geen foto's die wij willen zien. Ik wist inderdaad wel dat bepaalde dingen negatief kunnen overkomen. Bijvoorbeeld op Hives. Dat je bijvoorbeeld rare dingen in je blog kan zetten. Of rare foto's en video's. Bijvoorbeeld als je aan het solliciteren bent. En ik heb net gehoord, dat wist ik niet. Dat als je ergens solliciteert en sommige mensen kijken dan naar je achtergrond. De site heet www.wow.nl. En dan kunnen ze zo een beetje achterkomen van wat je doet en wie je bent. Bijvoorbeeld via sociaal netwerk, Hives, Facebook, noem maar op. Vandaag geven wij de workshop Dress voor Succes. Een hele belangrijke workshop. Niet alleen de kleding, ook de verzorging. De presentatie bij een sollicitatie is het allerbelangrijkste. Een aantal speerpunten waar je op kan letten als je kleding kiest is in eerste instantie natuurlijk de pasvorm. Past het goed? De kleur? Staat de kleur mij goed? Alsjeblieft. Het is natuurlijk super leuk om een keer te doen, want anders dan ga je nooit de winkel in en pakken passen en zo. En dat is ook leuk met je vrienden. Nee, ik zie mezelf later denk ik niet in een pak. Waarom niet? Ja, ik wil iets in het leger doen, dus ik denk niet dat ik in een pak ga lopen. Ja, in een uniform misschien, maar... Zelf in een pak, ja, denk ik wel eigenlijk. Bij welke gelegenheden? Meer op werk en zo, denk ik. Dress to impress is absoluut belangrijk. Altijd je eerste indruk bij een sollicitatiegesprek is bepalend. Ja, dat is het wel. Vooral bij een sollicitatie bijvoorbeeld. Dat is je eerste indruk. Dus ja, dat is toch belangrijk. De kleding die ik nu draag is niet echt wat ik normaal zou dragen. Maar het is wel een beetje in mijn stijl en de kleuren en dat soort dingen. Ik vind het gewoon belangrijk dat als dat kleding goed past, zit. Dat het goed past en dat je echt een gevoel hebt van ik sta hier en... Ik draag dit en het maakt me niet uit dat een ander zegt dat ik het moet dragen. Nou, jullie zien er ook top uit. Goed gekozen. En het gevoel, hè, dat is het allerbelangrijkste. Houding, lekker rechtop staan. Laat zien, presenteer jezelf. Dat is je binnenkomen. Hey Mattie, hoe is het? Yes, joh, ja, jij was gisteren dronken, man. Ja, dat was echt ongelooflijk. Ja. Hey, ik zit nu in een sollicitatiegesprek. Ik moet je straks even terugbellen, hoor. Met ons wordt de workshop jezelf verkopen gegeven. Is dat belangrijk? Dat is hartstikke belangrijk. Het gaat ook echt om van hoe kom je over bij een werkgever, stagebegeleider.
je moet jezelf natuurlijk wel presenteren. Op de achtergrond zijn de jongens een sollicitatiegesprek aan het voorbereiden. In dit geval zijn zij de directie van Netvice. Zijn zij degene die het sollicitatiegesprek afnemen en ben ik de sollicitant die zometeen voor helpdesk medewerker komt solliciteren. Goedemiddag, Harold Westerman. Luc. Dag meneer, dag. Harold Westerman, dag. Oh, dank u wel voor de uitnodiging. Ik vind het echt fantastisch dat jullie mij hebben gevraagd voor dit gesprek, want ik heb er toch zin in. Waar gaat het voor een toekomstige werkgever nou om in een sollicitatiegesprek? Wat wil hij of zij zien of horen? Ze willen iemand horen en zien waar zij mee denken van die past precies in onze cultuur, in ons bedrijf. En die weet waar hij of zij over praat en die met ons verder kan. Ja, ik denk dat ik wel dit alles kan gebruiken voor later, ook voor een nieuwe baan en voor een goede sollicitatiegesprek. Wij zijn een woonwijk aan het ontwerpen voor een bouwterrein wat hier in de buurt ligt. We worden in groepjes opgedeeld en je wordt echt op elkaar aangewezen met... iedereen deelt natuurlijk zijn eigen mening over wat hem het beste lijkt. En zo moet je dus samen echt tot een in jouw ogen een ideale woonwijk zien te komen. Je moet denken als... Ja, je krijgt toch een beetje in de rol van de gemeente om een beetje ideaal te denken voor mensen die er komen wonen. Zoals gezinnen, ouderen... Jongeren, je moet echt gaan nadenken ineens over hoe dat... Ja, er komt toch meer bij kijken als je eigenlijk normaal denkt. Gaat samenwerken goed? samenwerken, ja. Nou, beter als normaal in de klas, dus dat scheelt weer. Toch hoor ik iets van een meningsverschilletje. Ja, een beetje breed, dus... meneer wilt een snackbar in een hippe jonge wijk, nou dat gaat natuurlijk niet lukken. Wat is er boeiend om te zien? Hoe mensen dwars tegen elkaar in blokjes van elkaar afpakken. Omdat de een gewoon harder schreeuwt en zegt van ik wil een snackbar voor senioren. Terwijl een ander het idee had om daar nou net een tennisbaan te maken. Dus het is af en toe ook een strijd van wie krijgt ze zin. En dan zijn er weer anderen in zo'n groep die dat proberen wat bij elkaar te brengen. Ja, wat is er boeiend aan samenwerken? Daar doen we ons hele leven over. Hè? Om te ontdekken hoe dat zit. Gaat dat het samenwerken? Op het moment weer wel, maar het gaat ook soms wel eens niet goed. En wanneer gaat het dan niet? Ik denk als je toch discussies krijgt. Maar discussies, dat mag toch? Jawel, je mag wel discussies hebben, maar ja, je hebt toch wel dat je... Als je zo'n plan maakt dat sommige mensen het ene meer inbreng wil hebben dan de ander. Maar we vinden dat door de manier waarop het tot stand is gekomen, deze... dan net ietsjes beter als de andere. En het is omdat we de opdracht hebben gekregen om te kiezen. Maar anders had ik gezegd, alle drie onderscheiden zich op een bepaalde manier. En wat is de intentie van rijk worden? Sparen en goed nadenken wat je echt nodig hebt om te kopen. Is nou moeilijk budgetteren? Ja. Heel erg moeilijk. Is dat iets wat je thuis ook al doet met je zakgeld? Nee, totaal niet. Maar denk je dat het wel belangrijk is? Ja, uiteindelijk wel. Want? Ja, later als je 18 bent moet je ook al krijg je vaste lasten en zo. En dan moet je toch budgetteren. We hebben ze vandaag eigenlijk proberen mee te geven van niet hoe word ik rijk, maar hoe voorkom ik dat ik arm word. En dan met name door het opstellen van een begroting en dan kijken... Wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgaven en kijken of ze daar een reëel beeld over hebben. En dat was wel erg realistisch vandaag. Ja, want wat is eigenlijk de definitie van hoe word je rijk? Ja, een beetje weet hoe je met je geld omgaat. Ik denk dat ze gehoopt hadden dat ze allemaal staatsschuld zouden krijgen en allemaal mooie beleggingstips. Dat zeiden sommigen al aan het begin, maar helaas zat dat er niet in. Ik vond het helemaal top. Want? Nou, nu weet ik hoe je goed met je geld om moet gaan. Ik geef vandaag de workshop In Real Life en die naam heb ik gekozen omdat het gaat om het gedrag wat kinderen hebben en dat ze moeten leren wat de effecten daarvan zijn. Ik kom tegenover een pissige docent te staan, dan kun je meteen allemaal de verhalen gaan bedenken waarom jij te laat bent. Je kunt ook aan hem vragen van, je kunt ook even het gesprek met hem aangaan over het feit van ja, ik zie dat u een beetje boos bent. Hè? Het is ooit uitgewerkt door een meneer waar ik het nu over wil hebben, die meneer heette Timothy Leary, die zegt iedere actie die je doet, geeft een reactie. Wat ik gezien heb vandaag, wat ik heel mooi vond, is dat ze na wat gegein en gegiebel aan het begin, uiteindelijk eigenlijk steeds meer en beter naar elkaar gingen luisteren.
En ook wel heel serieus op elkaars dingen ingingen. En ook elkaar ook wel advies gaven over hoe dingen aangepakt zouden kunnen worden. Dus we gaan uitzoeken wat de storing is. En die gaan we proberen te verhelpen. En dan moeten jullie straks uitleggen wat jullie dachten dat de storing was. En hoe jullie het verholpen hebben. Ja, we hebben het genoemd een workshop veiligheid. Eigenlijk met als achtergrond dat kom je ooit voor een fabriek te werken, zeker als de onze, dan staat bij alles wat je doet veiligheid voorop. Of je nou achter de computer zit en een probleem op moet lossen, of in het veld een probleem op moet lossen. Je moet altijd verder denken dan alleen het probleem oplossen. Want alles wat je doet heeft een consequentie. Nou, we hebben na een algemene introductie natuurlijk een probleem bedacht van een hoog niveau in een vat. Dat op verschillende manieren opgelost kan worden. Dus we hebben de groep in tweeën verdeeld. En één probeert het in het veld op te lossen. En de andere groep probeert het hier achter de computer op te lossen. Dus als hij 50% gaat halen, dan gaat deze klep een beetje openlopen. En net zoveel dat die op 50 blijft, komt er meer vloeistof in. Dan gaat hij verder openlopen. Laat hem zo staan, hè. Dus hebben we de storing binnen, het niveau loopt op. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ik nou vraag de operator of jullie hem willen gaan helpen. Ja. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd in deze workshop? Veiligheid en communicatie. Op een gegeven moment ging die communicatie fantastisch. Hè? Want communicatie is heel belangrijk. Dat je zit soms in de s'nachts, loop je met twee mannen. In de andere fabriek lopen ook een paar mannen. Er zit hier iemand binnen. En sta je al bij de goede klep, hoorde ik ook nog. Nee man, we zitten bij de goede jongen. De 31. Klassieke. Mekaar de schuld geven dat je bij de verkeerde klep gaat. Als je deze workshop een cijfer mag geven, dus 0 en 10, wat krijgt het dan van jou? Maar wel een dikke 9. Vandaag heeft Erwin Alkmaar een workshop in interviewtechnieken en presentatie. Die deelnemers kunnen dat later ook gebruiken voor sollicitaties en hun eigen te presenteren. Suzanne, vind je het moeilijk? Ja, dat wel. Ik heb niet veel ervaring met interviewen, dus... Deze groep wordt verdeeld in twee groepen. Eén groep gaat naar de televisiestudio, één groep gaat naar de radiostudio. De radio-uitzending wordt opgenomen en tussen 5 en 6 vanavond uitgezonden. En alles wat opgenomen wordt in de televisiestudio's, wordt volgende week uitgezonden op televisie en op het net van RTV Alkmaar. Wat is eigenlijk uw functie bij Tempo Team? Wat vindt u van de sfeer in de school? Nou, ik vind de sfeer binnen de school vind ik goed, omdat er een veilige sfeer heerst. In het dagelijks leven, als je dan met een vriend of een vriendin zit te kletsen, vind je het dan lastig of moeilijk om vragen te stellen? Nee, totaal niet. En als het nou eens een leraar is? Ja, dan ligt het er echt aan wat voor vragen het zijn. Een toekomstige werkgever misschien? Ja, nou, daar ben ik sowieso voorzichtig mee, dus dat vind ik wel wat moeilijker, ja. Ja, voor werk moet je natuurlijk solliciteren en dat soort dingen. En zelf heb ik last van faalangst bij sollicitaties. En hoe wordt daar eigenlijk dan mee omgegaan? En wat is de belangrijkste vraag op je lijstje tot op dit moment? Moet ik even kijken. Hoe lang bent u al directeur en wat heeft u voor moeten doen om directeur te worden? Denk je dat hij daar eerlijk om gaat antwoorden? Nee. Hoe lang bent u al directeur? Ik ben 4 jaar directeur bij het Horizon College. Wat heeft u ervoor moeten doen om directeur te worden? Nou, ik heb eerst gewerkt bij een bank, bij Fortis Bank. Spijbelde u vroeger ook op school? Lijkt me een interessante vraag. Spijbelde u vroeger ook wel eens op school? Ja, dat klopt. Wie niet, zou ik zeggen. En wat vindt u de gekste vacature die u tot nu toe mocht weggeven? Ja, nou, het is ook gelukt om in te vullen. Dat was vorige week, vond ik een hele gekke. Die staat eigenlijk nu meteen even op mijn netvlies. En dat was worteluitzoekster. En gestopt. Applaus, nogmaals. Ja, op school leer je zelf zeg maar open en gesloten vragen te stellen. En, of vragen, zeg maar. Dus moeilijk is het niet. Maar de juiste vragen vinden eigenlijk best wel. Ben je nog verrast door sommige antwoorden? Nou, niet echt. Ik wist niet wat natuurlijk het antwoord was. Alleen, het leek mij het beste antwoord wat je daarop kan geven. Wat hij zei. En dat was? Weet ik niet meer. Ik vond het heel nuttig in het kader van Track the Talent. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk en nuttig traject. En ik ben ook blij dat we daar volgend jaar mee doorgaan. Dus deze hele activiteit is ontzettend belangrijk voor leerlingen. Omdat ze leren goede vragen te stellen, open vragen te stellen.
zich goed te verwoorden, of die vraag goed te verwoorden. En daarom vond ik het ook hartstikke leuk om daar mee te doen. Arjan, wat doen we hier? Nou ja, Peter, we zijn gewoon heerlijk aan het prutten hier. Gewoon lekker in de prut rijden, lekker gek doen. Dit is toch iets over workshops en zo? Ja, inderdaad. Maar sommige workshops moet je ook die gasten even een beetje ontspanning geven. Wij hebben gedacht van, we gaan met de buggies bezig en hier kunnen we lekker ons gang gaan. En dan denk ik, ja, dan kan ik allerlei didactisch verantwoorde dingen maken. Maar weet je, die jongens willen gewoon even los. Ze mogen dan niet al te hard rijden, maar even goed, zien ze er niet uit. Ze zitten onder de prut, maar ze vinden het geweldig. En als afsluiter moet dat toch eigenlijk kunnen. Ik vond het echt kei gaaf. Ik vond het, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Maar ik vind het echt vet gruwelijk. En dat tijd de schooltijd? Ja, ik had het niet verwacht. Vette workshop. Ik moet eerlijk zeggen dat ze het ontzettend netjes doen. Ik heb me erover verbaasd dat ze precies deden wat ik zei. Gewoon rustig aanrijden, niet te gek. En ze voerden het precies uit en ze vinden het even goed hartstikke leuk. Want het heeft niet met snelheid te maken, maar met een stukje behendigheid door de prut hier heen rijden. En als je te hard gaat, rij je zelf ook alleen maar vast. Dus dat hebben ze wel aardig door. Voorbeeldige jongeren dus. Inmiddels wel, ja. Ja, ik weet niet hoe ze begonnen, maar ik denk dat degenen die de workshops voor mij deden goed werk hebben gedaan. Nog mijn dank daarvoor. Wat is het nou zo leuk aan buggy rijden? Ja, gewoon het feit dat je hier door de modder heen rijdt, plassen. Ja, dat maakt het wel gewoon heel spannend. Dit is niet echt een workshop zoals je eerder hebt gezien, hè? Ja, ik kan me ook niet echt voorstellen wat ik hier nou heb van moeten leren, maar dat is in ieder geval heel leuk. Ja, de buggerij is altijd geweldig. Daar zijn ze allemaal helemaal enthousiast voor. Zelf willen we het ook altijd met een certificaatuitreiking toch dat formele tintje geven wat het oprecht verdient. Dat hebben we gedaan. En heel erg leuk, hapje, drankje, bedrijven en leerlingen bij elkaar. Sommigen houden daar ook contacten uit. En ik wil van hieruit dan ook gewoon alle partners en alle bedrijven die er zo belangeloos voor hebben ingezet, ontzettend bedanken namens het bestuur van Track the Talent en Stichting Jongerenactivering. Wat mij betreft heeft iedereen die deze workshop, maar ook de andere workshops binnen het track heb gevolgd, gewoon sowieso een streepje voor. Omdat ze iets krijgen wat anderen gewoon niet krijgen. Die moeten er echt zelf voor gaan lopen shoppen. En wij bieden het gewoon aan.